In dit filmpje bespreken we de richting zorg en welzijn. Zorg en welzijn is een studierichting binnen het studiedomein maatschappij en welzijn met een arbeidsmarktgerichte finaliteit. Dit is een praktische studierichting waarin sterke aandacht is voor de gezonde mens in een diverse samenleving. De focus ligt op competenties die gericht zijn op het verlenen van zorgactiviteiten. In de richtingsspecifieke vorming wordt aandacht besteed aan een kennismaking met doelgroepen uit zorg en welzijn, kennis over gezondheid en welzijn, competenties rond versterken van indirecte en directe zorg en het aanscherpen van de sociale en maatschappelijke vaardigheden. In de lessentabel zien we de grote focus op de richtingsspecifieke vorming met 17 lesuren per jaar. Daarnaast blijft wel aandacht voor een degelijke algemene vorming, waarin verschillende vakken aan bod komen. Binnen de vreemde talen werd gekozen om het vak Frans aan te bieden. We voorzien ook een stevige basis aan digitale vaardigheden in het vak informatica. Vanuit de finaliteit van deze richting werd ook gekozen voor een degelijke artistieke vorming. Leerlingen die kiezen voor de richting zorg en welzijn zijn sociaal en creatief. Ze werken graag met mensen en hebben voldoende aandacht voor hun leef- en woonsituatie. Respect voor eigenwaarde en het nodige geduld zijn belangrijke karaktertrekken. Sterke communicatieve vaardigheden zijn ook nodig om in correcte interactie te treden met anderen. De leerlingen uit zorg en welzijn kunnen binnen de derde graad van onze school kiezen voor de richtingen verzorging en assistentie in wonen, zorg en welzijn.